Ja, dankjewel Leon. Ook namens mij van harte welkom. Wel heel veel mist op dit moment, kan jullie bijna niet zien. Maar wat is het toch geweldig om hier weer te mogen staan met een volle zaal. Wat hebben we hier toch in ieder geval ik naar gesnakt. Eigenlijk zou hier Nieke Dorland moeten staan, product manager HRM en payroll. Die heb ik op cursus gestuurd, zodat ik hier kan komen staan. Ik denk, dat gaat mij niet gebeuren. De allereerste keer dat we hier vol kunnen zitten. En daar ben ik er niet bij. Dus dat. We gaan zo meteen met product management. Normaliter als we op het podium staan. En dan gaan we natuurlijk altijd gave nieuwe functionaliteit vertellen. Dit keer niet. Dat gaan we doen tijdens de Avans Open. Vanaf, als ik me niet vergis, 13 juni. Wie heeft zich al ingeschreven? Oké, wat doet de rest? Zo meteen inschrijven, dan weten we dat alvast. Dat is taak nummer 1 voor jullie. Dus schrijf je alsjeblieft in. Er komt heel veel mooie nieuwe functionaliteit. We gaan het zo meteen ook even zien in alle laaghangend fruit, noem ik het dan maar, functionaliteit wat vandaag de dag al bestaat. En waar jullie hartstikke fijn mee aan de bak kunnen. Onboarding, daar wil ik het met jullie over hebben. Dit is iets wat medewerkers aantrekken. Medewerkers behouden is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, zeker in deze periode. Ik weet me nog volgens mij te herinneren van een onderzoek dat volgens mij binnen dat 30% van de medewerkers die na 6 maanden weg zijn op het moment dat ze erachter komen dat de organisatie gewoon een chaos is. En ik weet zeker dat dat bij jullie niet het geval is. Dus het komt niet zo vaak voor dat er een medewerker beneden staat van hey, er is volgens mij een nieuw medewerker. Nou, dat komt nooit voor. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Om die processen fantastisch te stroomlijnen. Dus dat. Ik wil het met jullie hebben over de ID-check. Ondertekenen. En processen, zeg maar, de draaiboek. Daar gaan we het met elkaar over hebben. Ik begin bij de eerste. Als je gaat kijken naar de indienst. En hebben we toen destijds deze sheet heb ik gepikt uit een presentatie van de Avans Open. Ergens in 2018. En wie was daarbij? Nou, oké, dan heb ik de check dat er echt alleen maar nieuwe applicatiebeheerders zitten in plaats van. Optimalisatie in dienst. En hier zie je gewoon een proces van in dienst. En allemaal op al deze onderdelen wat je hier ziet, zijn we continu weer door aan het ontwikkelen. Elk jaar maar weer door, elk jaar maar weer komen er nieuwe mogelijkheden. Op basis natuurlijk zeker van jullie input. Dank daarvoor alvast. Een van de onderdelen die ik wil uitlichten is die ID-check, de ID-check. Een geïntegreerde screeningsproces om ervoor te zorgen dat je op het moment dat je die identiteitsbewijs, zeg maar, upload binnen in dienst, dat die een aantal gegevens ervan uit gaat halen. Dat doen we ook bij de paspoort en dat doen we ook bij de verblijfsvergunning. En er staat in ieder geval op de planning, op vrij korte termijn komt ook de right to work, komt er ook bij. Ik heb hier een voorbeeld, paspoort in dit geval. Dit noemen we de machine readable zone. Dit kan de machine lezen en daar halen we de gegevens uit voort. En wat halen we er allemaal uit? Naam, geboortedatum, geslacht, documentnummer, nationaliteit, land van uitgifte en persoonlijk nummer. Dat kan natuurlijk ook een BSN zijn. En je ziet ook in de nieuwe identiteitskaart en paspoorten wat gegeven wordt, is de BSN is een QR-code geworden. Ook dat wordt volgens mij deze week, voor degene die dit nu al gebruikt, wordt dat al aangepast, zodat ook het BSN eruit gehaald wordt. Wie krijgt nog wel eens een brief van de Belastingdienst, geboortedatum klopt niet met het BSN, komt niet overeen? Ah, jullie zijn echt wel goed wat dat betreft. Ik zie hier een paar. Nou, vaak heeft het gewoon te maken met, nou, hier maak even een tikfoutje, hiermee ga je het echt wel daadwerkelijk voorkomen. Daarna laat ik jullie even kort zien, digitaal ondertekenen. Wordt ook al veel gebruikt in deze zaal, maar laat ik toch nog even zien. Laten we direct eigenlijk naar de demo gaan, want daarvoor zijn we gekomen. Jullie zien hier onze insight, waar we vandaag gaan demoen. Dat zal zo meteen zijn bij mijn collega, mijn naamgenoot en Kevin. We gaan naar HR. Klik op de HRM zodat we op de portal zitten. We gaan in dienst melden. Alles wat ik zo meteen vertel van die documenten van ID-check en de digitaal ondertekenen, dat werkt ook bij de sollicitant. Dus dat kan ook zo zijn dat de sollicitant dat zelf gaat aanleveren via de portal, via een werk en bij. Dus ik doe het nu omwille van de demo, doe ik het vanuit in dienst. Maar dat kan ook vanuit sollicitant. Ik ga een account manager in dienst nemen.
En hier heb ik dat ene, en ik laat het zo meteen heel kort zien. Ik ga niet de complete inrichting doen met elkaar, want dat duurt te lang. Ik zou het wel heel graag willen, maar anderen willen ook nog wel wat graag wat vertellen. Maar het is echt super simpel hoe je dit aanzet. Dat gaan we zo meteen even. Maar we gaan eerst even kijken, wat doet het nou precies? Kies hier voor een paspoort. Valideren. Afbeelding kiezen. Ik heb hier de voorkant. Hier de achterkant. Dus dat zou ook in de juiste stap, zowel vanuit de sollicitant of als je het op een andere manier binnenkrijgt, kun je dat dus hier neerzetten. Op het moment dat je valideren doet, wat doet hij nu? Neemt contact op met de partij met wie we hiermee samenwerken, dat is Valicare. En gaat dan bekijken of dat het A, een valide document is, of dat er niet mee gerommeld is, 1. En 2, en haalt vanuit die MRZ-code allerlei gegevens eruit. Zoals je ziet haalt hij het burger. Vergeef me, het is natuurlijk gewoon een demo op dit vlak. Ik heb wat zaken totaal irrelevant op dit moment. Je ziet hier de verblijfsvergunning, de tewerkstellingsvergunning. En je ziet hier ook namelijk het vinkje wat alleen maar aangaat op het moment dat hij ook daadwerkelijk gevalideerd is. Dan gaan we naar de volgende stap. De volgende stap is ook daar niet zo heel erg relevant, want dat zijn de contracten. Want ik wil hem eigenlijk gewoon toevoegen en in dienst melden. En op dit moment wordt hij in dienst gemeld en wordt er een workflow afgetrapt. En zoals je hem hier ziet, zie je hier eigenlijk al direct de workflow. En je kan allerlei, dit is de beoordeelpagina, zoals dat dan precies heet, waar je van allerlei gegevens zou kunnen gaan controleren. Je kan hem natuurlijk ook afkeuren, maar in dit geval zeggen we nee, ik ben akkoord. Ik doe nu alles achter elkaar met wat ook conditionele stappen erin. Puur om even de demo aan te geven wat er mogelijk is en wat je ermee zou kunnen doen. In dit geval, akkoord genereer arbeidsovereenkomst. En op dit moment gaat hij natuurlijk op de achtergrond gaat hij de juiste arbeidsovereenkomsten bijhalen die in ieder geval hoort bij de accountmanager. En dan op een gegeven moment creëert hem. En dan creëert hij hem in eerste instantie als Word document. De reden daarvoor is, want ik kan hem ook in de allereerste stap al in een PDF neerzetten. Dat is een stap in de workflow. Maar hij creëert hem als in Word. Waarom? Mocht je nog er wat bij willen tikken, mocht je er nog wat aanpassingen willen doen, dan is dat mogelijk voordat hij een stap verder gaat. En pas bij de stap waarin die ondertekend wordt, dan pas wordt die daadwerkelijk ook een PDF. In dit geval ga ik hem dus ook accorderen, document akkoord voor ondertekening. En ook hier nu wordt die klaargemaakt. Dus het wordt omgezet van Word, wordt het omgezet naar PDF. Zodat we ook zometeen ook kunnen gaan op de juiste manier kunnen gaan ondertekenen. Het is een zwaar proces. En op een gegeven moment dan heeft hij dit gedaan. Nou, hier zie je dan het voorbeeld van je ziet dat het ook een PDF is geworden. Op het moment dat ik hier ga zeggen van akkoord en ondertekenen, dan ga ik naar de ondertekenstap. En bij de digitale ondertekenen, ik heb hier nu 1 document, maar er kunnen hier meerdere documenten staan. En je kan hier met die schijfjes kun je aangeven of dat je wel of dat je het niet wil dat het ondertekend wordt. Er kunnen ook andere documenten erbij zitten. Ik heb mijn telefoonnummer gekoppeld op dit moment. En ik zeg begin met ondertekenen. En als het er goed is, dan krijg ik nu een sms'je. En dit is wat dat betreft, komt hij nu al binnen. En wat hij gedaan heeft, en dat is denk ik wel even heel belangrijk om te beseffen. Ik vertel dat toch altijd. Is dat hij op dit moment ervoor gaat zorgen dat de PDF daadwerkelijk ook digitaal ondertekend wordt. Zodat hij als 20 jaar later geopend wordt, dat hij nog steeds digitaal ondertekend is. En daar zit een bepaalde techniek achter. 2, er is ook nog eens een keertje een timestamp opgehaald bij. Er zijn er in Nederland volgens mij 4 trusted third parties die ook echt aangeven dat op dit moment het document voorbij is gekomen. En dat die ook daadwerkelijk ook gevalideerd is. Dat er ook een daadwerkelijke digitale handtekening is. Zodat hij ook kan zorgen dat hij daadwerkelijk rechtsgeldig is. Nou, op het moment dat ik hem afhandel, dan gaat hij nu uit de workflow. En dan zou hij dus op dit moment naar outside toe kunnen om hem zelf te accorderen. Ik laat dat nu even buiten beschouwing, omdat nogmaals wat ik al zei, alles wat ik hier zojuist vertel, dat kan ook aan de sollicitantenkant. Dus dat kan of beginnen bij de sollicitant, dat hij dit document uitlevert en uiteindelijk ook dat hij digitaal moet gaan ondertekenen. Of het kan zijn dat het bij jullie begint en dan wordt de sollicitant op een gegeven moment de medewerker daarin gekend. Dat kunnen jullie helemaal zelf bepalen. Jullie zien ook hier dat die servicelog erbij is gekomen.
en de service log. Hiermee kun je ook daadwerkelijk zien van hoe er ondertekend is en wie er ondertekend is. En je ziet hier een aantal hashes. Ik vertel het ook maar voor de zekerheid. Je ziet ook hiermee van dat je kan zorgen dat die PDF, als er maar een pixel gewijzigd wordt, hè, een pixel, een witte pixel, wat je niet zou kunnen zien met het blote oog, dan verbreekt de zegel en dan is die niet digitaal ondertekend. Overigens kun je digitaal ondertekenen. Ik laat het nu zien aan de indienst. Maar je kan het natuurlijk op heel veel processen. En ik weet van een aantal mensen hier in de zaal van wie dit gebruiken. Want ik heb wat een onderzoekje gedaan. En de helft van de zaal die gebruikt het wel. En de andere helft van de zaal gebruikt het niet. En voor Valicare, dus oftewel het ID-check, daar gebruikt 10% het van ongeveer hier in de zaal. En de rest gebruikt het nog niet. Dus daar valt nog... Zeker als je ziet met hoe makkelijk het is. Laten we even naar kijken hoe dat in elkaar steekt. Maar dat is wel leuk. We gaan naar het profiel. Bij het profiel, account manager. Hebben we hier dit vinkje. En uiteindelijk moet je dat ding natuurlijk op de pagina zetten. Maar dit is het, ID-check integreren. Daar gaat het om. Als je dat doet, dan... Dan wordt het gewoon gefixt. Dan gaan we even kijken naar... profiel heb ik net laten zien, inderdaad. En digitaal ondertekenen hoef je eigenlijk helemaal niks voor in te richten. Anders dan in de workflow. Gaan we even terug naar de sheets. En dan wil ik jullie het volgende onderdeel laten zien. We gaan terug naar de sheets, Daan. Juist, dankjewel. Nou, en dat is draaiboekfunctionaliteit. Wie gebruikt dit in de zaal nu al? Kijk, dat wordt dus nog minder. Om precies te zijn, ik weet niet of iedereen aanwezig is, maar als iedereen aanwezig zou zijn geweest, hadden we 32 organisaties die dit gebruik maken. En het is zo zonde, wat is zo gave functionaliteit. Hoe lekker is het, precies wat ik net al zei, dat op het moment dat de medewerker op de allereerste dag binnenkomt, dat alles netjes geregeld is. En tuurlijk hebben we die bijzondere situaties. Gisteren is er een medewerker begonnen. Oké, dat kunnen we niet voorkomen. Maar het feit van, er komt een medewerker en van tevoren, zodra die ook op de allereerste dag aanwezig is, dat hij dan ook netjes alles voor hem geeft. Dat er een account is, dat er een buddy toegewezen is, dat er een laptop voor hem staat. Misschien zelfs een auto, wat maakt het uit. Maar in ieder geval al die zaken netjes in draaiboeken, in regels zijn neergezet. Zodat ook de juiste afdeling en de juiste persoon op het juiste moment dingen kan gaan doen. We hebben dit opgeleverd voor evenementen. Dus het werkt ook voor evenementen. He, op elk evenement. Ja, een draaiboek, daar kennen we het denk ik met z'n allen wel van qua term. Vorig jaar heeft mijn naamgenoot en ik zelf hebben het natuurlijk laten zien aan de financiële periode. Nou, dat laten we vandaag niet zien. Maar ik zou toch echt willen zeggen, ga daar eens naar kijken. Want ik weet zeker als financial wat het is om een financiële periode af te sluiten. Zeker bij een gemiddeld bedrijf. Dan is dat is nou niet een moment dat je denkt, relax en dat soort dingen. Nee, maar er moet alles met stomen en koken. Het moet er dan uiteindelijk gerapporteerd gaan worden. En dan is het altijd in Excelletjes of zelfs. Dat het zelfs nergens, het zit in hoofden van mensen, welke processen gevolgd moeten worden. En hiermee kun je het automatiseren. En misschien denk je nu bij jezelf, ja, hoezo, want dat doen wij nu toch zelf, dat weet ik wel. Maar let op, er komen nieuwe medewerkers, er komen nieuwe collega's. En je zou ze op die manier heel makkelijk kunnen gaan inwerken, omdat je dat ook hebt vastgelegd in het systeem. Wat ik zei, ik wil het heel graag met jullie gaan hebben over in- en uitdienst met draaiboektaken. En wat is het dan? Precies, want zeker gezien het aantal mensen wat het hier niet gebruikt, is dit het geval. Wat je kan doen is, je maakt een draaiboek, dat laat ik zo meteen even zien, met de verschillende regels wat er moet gebeuren op het moment dat een medewerker in dienst komt. Dat koppel je aan een bepaald profiel. Dat is dus anders. Ik neem nu een accountmanager aan, dus dan kan er zeer waarschijnlijk een flow afgetrapt worden om een auto klaar te zetten. Of in ieder geval dat hij de keuze kan gaan maken. Maar voor een ander profiel, voor een non-desk medewerker, dan zou het wel eens anders kunnen zijn. Nou, hier heb je allerlei taken. Werkplek in orde maken, ontvangst voorbereiden, tag klaarleggen, al dat soort zaken. Nou, dan komt die medewerker in dienst.
Zeker ook in de toekomst. En dan wordt het ook echt op de juiste moment ook klaargezet. Want het heeft geen zin om drie maanden eerder een tank klaar te zetten. Maar misschien wel een auto te bestellen. Op het moment dat je dit gedaan hebt, dan gaat er op basis van die medewerker dan, zodra die in dienst is, de nieuwe medewerker komt in dienst, dan zie je dat bijvoorbeeld op de juiste momenten die taken worden neergezet. Dus takenlijst voor facilitair, voor HR en voor de leidinggevende. Laten we er even naar gaan kijken hoe dat eruit ziet. Gaan even weer terug. Nou, deze hebben we al gehad. Omwille van de tijd laat ik even zien dat ik ze al eerder gegenereerd heb. Want het is een geplande taak. Het is een geplande taak, laat ik zo meteen zien. Dat loopt elke dag op een bepaald tijdstip. En dan vuurt hij al deze taken vuurt hij af. Dus waar zitten we nu naar te kijken? We zien, ik heb iemand dus aangenomen. Volgens mij is het mevrouw De Groot, als ik me niet vergis. En Viola de Groot, dat klopt. En dan kun je zien van oké, wat je moet doen. En je met een stukje toelichting van wie wat precies moet doen. En het mooie is dat het dus ook nooit een vraagstuk is. Is het nou geregeld voor die medewerker? Maar de desbetreffende leidinggevende heeft gewoon inzicht in het proces waar dat precies staat. En zeker bij de wat grotere organisaties zie je dat dit heel erg lekker werkt. Want het is niet meer vragen hoe staat het met die tech, hoe staat het met ICT, hoe staat het nogmaals met alle andere activa die je misschien zou willen uitgeven. Nou, op deze manier, al deze taken, zoals je ziet, een welkomstpakket klaarleggen, controleren van jouw gegevens. En mensen, het klinkt misschien heel gek en dat je zegt van hé, maar is dit het nou waardoor die medewerker nou blij gaat worden? Nee, dit niet. We automatiseren ook het stom werk weg. Administratief werk biedt echt geen enkel toegevoegde waarde. Wat we doen is dat dit soort zaken fantastisch in lijst afgehandeld kunnen gaan worden, zodat je echt tijd overhoudt om die medewerker echt welkom te heten. En dat die denkt, wow, hé, wat is het goed gefixt hier in deze organisatie. Wat ziet het er supergoed uit. En wat is het dik geregeld. Misschien zelfs voor een hele kleine organisatie. Dat het zo goed gestroomlijnd. Weet hij direct waar hij aan toe is. Nou, ik kan er nog meer open klappen. Maar ik denk dat jullie dat wel zien hoe dat... Wel begrijpen hoe dat werkt. Ik heb hier natuurlijk als linkje voor mezelf. Maar het zit onder algemeen. En hier hebben we de draaiboek. En ik laat even kort de geplande taak zien. Ik heb hier een geplande taak voor de draaiboek. Nou, geplande taken, dat kennen jullie allemaal. Dus ik heb nu gezegd dat de geplande taak om 8:56 moet gaan draaien op elke dag. Ik kan er natuurlijk, zoals je zag, heb ik er zelf ook meerdere gemaakt. Dus als je ziet, als je wil dat die twee keer per dag, omdat je zoveel mensen aanneemt bij wijze van spreken, dan zou je hem twee keer per dag kunnen laten lopen. Maar in essentie is dat natuurlijk niet zo. Ga je terug, wat ik al zei, je gaat naar algemeen. Hier hebben we onder beheer hebben de draaiboektaak. Als we daarop klikken, dan hebben we hier dus de verschillende draaiboektaken. Je ziet hier die van de periodiek financiële afsluiting. Laat ik nu voor wat het is. En we gaan nu naar de medewerker, zeg maar, buitendienst gaan we aannemen. En hier zie je precies de dagen, of althans het profiel van wat je moet gaan doen. En hier is het leuke, is dat je hier dus mee kan spelen. Dat je kan zeggen, oké, op basis, en je hebt nog veel meer pijldata waar je dat op kan doen, maar op basis van deze pijldatum kun je zeggen, nou, 30 dagen voor de datum van in dienst moet dat gebeuren, een dag daarvoor moet dat gebeuren, 14 dagen daarvoor, maar ook 14 dagen achteraf. Dan krijgt hij ook nog eens een keer een taak. We zien wel steeds vaker bij de financiële organisaties, WWFT-verklaringen, weet ik wat voor verklaringen je allemaal moet invullen. Zoveel nadat je in dienst bent, ISO-certificeringen, even aantonen dat de medewerker, nou, noem al dat soort zaken. Waarom kun je hiermee fantastisch automatiseren? Eenmalig over nadenken, met elkaar in het systeem zetten, verder onderhouden. En wij gaan deze functionaliteit ook steeds verder uitbreiden en ook toevoegen aan sowieso in de breedte, is dat er veel meer mogelijkheden komen voor degene die er nu al mee werken en denkt, nou, ik heb nog wel een paar wensen. Kom zo alsjeblieft ook naar me toe. Maar ga het alsjeblieft ook gebruiken.
ja, dit is de inrichting. Ik kan helemaal nieuw. Er zijn ook filmpjes van gemaakt door mijn collega Bart Grootveld, die dit helemaal, als ik me niet vergis, Avens Open 2021 filmpje. Als je op draaiboektaak ziet, kom je vrij snel op zijn filmpje. En dan zie je eigenlijk heel goed van hoe je dit zou kunnen gaan gebruiken. Dan ga ik weer terug naar de sheets. Want ik moet gaan afronden. Ik zie dat ik al 22 minuten bezig ben. En ik had maar 20 minuten, ik zie je rood. Ik heb jullie iets laten zien van de ID-check. Ik heb jullie iets laten zien van de digitale ondertekenen en van de processen draaiboek. En wat ik even terugkom met de partij met wie wij samenwerken, Valicare, voor het gebruiken van het valideren van de ID-check, zeg maar. Dat gebeurt op basis van fair use. Oftewel, je hebt allemaal, zoals jullie zitten, elke organisatie heeft 100 checks gratis per jaar. Wie neemt hier meer dan 100 mensen aan? Oké. Nou, wat is het? 30%, 40%? Voor jullie geldt een overeenkomst met Valicare. Er zitten er altijd een paar in de zaal die meer aannemen dan 100. Wow, hé. Maar en je ziet hoe makkelijk het is. Je hebt echt gezien hoe makkelijk het is. En zeker ook nu met die QR-code, met de juiste BSN op het juiste moment. Ik heb net zojuist voor de demo, voor degene die denken, wow, hij doorbreekt alle regels. Vraagt zomaar documenten op. Nee, ik heb het puur alleen maar voor de demo gedaan. Alleen, er zit er in ieder geval nu in de zaal twee organisaties. En het zijn er drie in totaal, maar eentje is er niet, heb ik net gecontroleerd. Dat mijn verhaal volledig irrelevant is geweest. En daar wil ik me excuses voor aanbieden. Want het punt is namelijk, deze organisaties, die gebruiken alle drie. Die hebben het hele proces fantastisch geautomatiseerd. Dus met ID-check, digitaal ondertekenen en daar allerlei draaiboektaken. Ik wil de mensen van, want ons onderwijsbureau zijn aanwezig. Willen die gaan staan, alsjeblieft? Moet dat echt? Aha. Anders bel ik René Kerstens. Ik ken hem. Nee, ze wil echt niet opstaan. Oké, prima. Nou. En mensen van Leerdam, Lactalis, zeg ik dat goed? Ze zijn onlangs overgenomen. Die zijn daar, de twee dames daar. Ongelooflijk applaus. Ja, geweldig als je hier dan naar zit te kijken van hoe je het proces fantastisch kan wegautomatiseren en daardoor echt bezig kunt zijn met wat belangrijk is voor de medewerker. En dat is aandacht. Nou, Profilia is er niet. Dat is wel heel jammer voor ze. Want voor jullie heb ik zo meteen nog even een cadeautje. En spreek me zo meteen even aan als jullie zo meteen eruit lopen. Zodra we naar het restaurant gaan, dan wacht ik jullie op of dan zien jullie mij. En dan heb ik nog wat voor jullie liggen. Puur als excuus voor het verhaal dat jullie 25 minuten naar iets hebben lopen luisteren, wat jullie al gebruiken. Dat is de enige reden. En misschien hebben jullie toch iets kleins gezien waarvan jullie denken, maar daar kan ik wel wat mee. Ik wil jullie enorm bedanken. Geef een ongelooflijk applaus aan mijn naamgenoot en die neemt jullie mee met Finance. Dank jullie wel en tot zo. Ja, tot.